Welkom weer in Kleurstad en vandaag gaan we echt iets superleuks doen. Ja, want de hacker is verslagen, de pro en de noob zijn terug. We hebben weer wat diamonds gevonden. Eindelijk gaat alles supergoed. En daarom dacht ik, het is tijd voor weer iets leuks. We gaan namelijk een dierenwinkel maken. Ja, dames en heren. Ik heb al een mooi plekje gevonden waar ik mijn dierenwinkel ga neerzetten. Want iedereen heeft nu wat diamonds en zo. En ik dacht, misschien kan ik daar wat dieren verkopen voor diamonds en zo wat geld verdienen. Kijk, ik heb hier een mooi platform gebouwd tegenover mijn meubelwinkel. En ik zat dus gewoon na te denken, maar nog niemand heeft bijvoorbeeld een hond of een kat of iets in die richting. Dus hé, als ik een dierenwinkel ga starten, dan ik denk dat daar wel dat mensen wel een huisdier willen hebben. Zeg maar. Nu hadden wij een postkantoor gebouwd, echt, ik denk een paar weken geleden. En we hadden nog een chest en daar zaten nog spullen in. En ik ga deze spullen gewoon gebruiken om mee te bouwen. Kijk, we pakken gewoon de witte concrete en ik denk dat ik hem, ga ik hem rood maken? Nee, ik denk dat ik hem deze oranje kleur ga geven. Zo, en we kunnen het asfalt ook nog wel gebruiken, denk ik. En dat was het wel zo'n beetje. Ja, ik denk dat dit perfect is voor de dierenwinkel. De dierenwinkel wordt dus oranje. En ja, ik denk dat dit helemaal goed gaat komen. Dus even kijken. We gaan hem dus zetten tegenover mijn eigen meubelwinkel die ik samen met de pro-speler heb. Dit wordt echt gewoon mijn kantje, weet je wel. Als je bij mij wil komen shoppen, dan moet je zeg maar in Kleurstad zijn op het noorden. Oké, laten we al gelijk gaan beginnen. En ik ga hem twee blokjes hier vandaan zetten. En ik ga hem even groot maken als de meubelwinkel. Ik denk dat dat ook het mooiste is. Zo, hopsakee. En dan gaan we de deur, die gaan we hier zo doen. Kijk eens aan. En dan gaan we dit even, ik denk 4 hoog is wel prima. Ik hoef geen mega grote winkel. Ik denk dat 4 hoog wel gewoon nice hoogte is. Dan kan je net springen, zeg maar. Oké, dan komt hier, zeg maar, zo de deur. Zien jullie het al voor je? Ik zie het al helemaal voor me. En dan moet dit helemaal volgebouwd worden met oranje terracotta. Maar ja, het blijft Kleurstad, dus het huis moet wel in een mooi kleurtje. Zo, hoppakee. En dan hebben we eigenlijk in principe al bijna de voorkant van ons geweldige huisje. Wat we wel nog even gaan doen is dit zo weghakken. Hier komen denk ik nog wat mooie ramen. Dus even kijken. Nee, dat gaan we anders doen. Dan gaan we dit doen. Zo. En dan gaan we hier ook. Hier komen twee mooie ramen. En ik... Oh, ik heb een leuk idee. Ik heb een leuk ideetje. Dan heb ik toch even dat rode terracotta nodig. Maar ik ga dus bij de ramen ga ik een soort van parasol... Of hoe noem je dat nou? Een soort parasolletje erboven. Zo kan je dat noemen volgens mij. Ik weet niet of ik het juiste woord gebruik. Maar als ik het bouw, dan snappen jullie het vast wel. Ik moet ook nog kijken of ik iets van ramen heb. Dat is eigenlijk ook wel handig. Ik heb een chest vol met spullen. Dus het zou me niks verbazen als daar wat glas tussen zit. Even kijken. Ik heb hier tinted glass, maar dat is het ook. Oké, dit is een beetje jammer. Ik ga gewoon even kijken bij ons goede vriendje genaamd Giel. Of hij misschien wat heeft. Hallo Giel, ik kom hier even beneden. Please, heb wat, alsjeblieft. Ik zoek glas. Oké, jij hebt echt meer dan genoeg glas. Oké, dat kan ik wel even meenemen. Dat gaat hij niet missen. Niet tegen Giel vertellen, jongens. Oké, zo. Hoppakee, kijk. Nou hebben we nu eigenlijk alles. Dan hebben we nu letterlijk alles om te bouwen. Misschien moet ik nog... Nou, ik heb zelfs al hout. Ik dacht, misschien moet ik nog hout fixen voor een deur. Maar we hebben eigenlijk echt letterlijk alles. Oké, eens kijken. Dan komt hier dus het raam. Zo, hoppakee. Kijk, hier ook een mooi raapje van de dierenwinkel. En dan wou ik dus dit doen. Kijk, zo. En dan hier een witte. En dan moeten we even zo doen. Nou, dan gaat deze hier zo weg. En dan hier ook zo'n witte. Zo, hoppakee. En dan moet deze ook weg. Kijk, dan hebben we een soort van kleine parasolletjes, zeg maar. Dan wil ik er ook eentje het liefst nog boven de deur doen. Dus dan doen we boom, boom, boom. En dan wil ik hier ook nog eentje doen. En dan doen we zo, boom, boom. En dan doen we zo, hoppakee. Oh, nee, ik hak de verkeerde weg. Oké, zo, hoppakee. En zo, hoppakee. En dan moeten we dat hier ook nog even doen. Zo, en dan zo, zo. Zo, en dan deze hier even weghakken. En dan heb je het idee vast wel gezien. Ik weet niet, ik vind het wel gewoon bij een dierenwinkel passen of zo. Ik vind het wel nice. Kijk eens aan, en dan kan ik hier de deur doen. En dan gaan we hier zo lekker verder bouwen. En hoppakee. Ja, zoals ik al zei, de dierenwinkel hoeft niet super groot te zijn. Hoppakee, dit hier in. Dat is nice. Dan moeten we deze vloer... Oh, deze vloer moeten we nog helemaal weghalen. Wacht, ik ga even snel een schep pakken. Volgens mij heb ik... Wacht, heb ik die schep... Waar heb ik die schep gelaten? Ik had toch een schep in de
alles. Heb ik die in die chest gedaan van die spullen van de, waar de bouwmateriaal in zat? Want ik had een schep in mijn inventory. Of heb ik... Ik ben in de war. Even kijken. Oh ja, dat heb ik gewoon hierin gedaan. Oké. Ik weet niet waarom ik dat daarin heb gedaan, maar we hebben onze schep weer terug. Waar gaan we een vloer van maken? Ik denk het beste van hout. Dat vind ik wel het leukste. Of heb ik hier nog een blok toevallig? Ik heb nog white concrete hier ook over. We kunnen ook gewoon een witte vloer maken. Ik denk dat we gewoon een witte vloer maken. Even kijken wat we ook nog allemaal mee kunnen nemen. Witte vloer is prima. Hartstikke idee. We hebben ook een chest. Oké, dan kunnen we ook een deur maken straks. Kijk dan, het ziet er nu al zo leuk uit. Ik ben nu al blij. Dus even kijken. Dan gaan we deze hele vloer weghalen. Want hier moet toch een mooie witte vloer in. Let's go. En dan nog één blokje. En kijk eens aan. Oh, dat ziet er toch prachtig uit, dames en heren. Ik ben er helemaal blij mee. Dan gaan we ook even deze muren afmaken. En dan zie ik jullie straks weer. A few moments later. Hopsakee, kijk eens aan. De muren zijn af. En er is aardig wat terracotta doorheen gegaan. Maar we hadden echt heel erg veel. En gelukkig is deze winkel ook niet zo groot. Dus even kijken. Wat 1, 2, 3. Waar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oké, dat is nice. Want dan doen we hier zo. Hoppakee. Kijk eens aan. Dan hebben we hier ieder 3. Dan kunnen we hier een mooi raampje maken. Hartstikke idee. Kijk eens aan. Mooi raampje. En dan precies er tegenover maken we nog een mooi raampje. Dan kunnen we kijken naar dit mooie gebouw. Oké, dan doen we hier ook even wat mooi glas in. Zo. En dan begint het aardig goed eruit te zien. Oké, dan wil ik nu nog een mooi dak. En ik denk dat we een mooi zwart dak gaan doen. Dus even kijken. Oh, dit ziet er al fantastisch uit. Oké, dan bouw ik hier even omhoog. En dan gaan we een mooi zwart dak erop zetten. Kijk eens aan. Dan doen we zo. Hoppakee. De dak doen we dan 1 hoger. Dan hebben we ook een mooi randje. Want eigenlijk hebben we dat met alles hier in kleurstad. En officieel zou ik eigenlijk dus ook dit moeten doen. Maar ik denk dat dat er niet heel mooi uit gaat zien met de parasolletjes, zeg maar. Maar we gaan het alsnog even kijken. Ik ga het alsnog even bouwen. Even kijken of het er wel mooi uit komt te zien. Kijk, dus eigenlijk moeten we een soort van dit doen. Want dat hebben eigenlijk alle gebouwen in kleurstad. Die hebben zo'n soort van, ja, laagje extra. Zie je dat? Kijk, deze ook bijvoorbeeld. Zo'n extra laagje als dak. Dat is een beetje de stijl van kleurstad. Nou jongens, ik ga even dit dak afmaken. Want ja, dit is toch niet leuk om te zien. Ik kan ook gewoon in mijn handen klappen en dan is het af. Wow, hey, het werkt ook nog. Dat is top. Dit moet ik vaker doen. Hoppakee, kijk eens aan. Dan hakken we dit zo mooi weg. En dan kunnen we nu zien dat we een mooi dak hebben. Oké, jongens. Vind ik dit mooi? Vind ik dit nice? Ik denk dat ik het wel oké vind. Dit is prima. Maar nu komt hetgene waar we allemaal op hebben gewacht. Namelijk, ik zei net al, ik wil iets moois op het dak bouwen. Dan moet ik dit dus weer terugbouwen. Had ik eigenlijk nog niet weg hoeven te hakken. Ik wil namelijk een hondje bovenop het dak zetten. En ik had daar een fantastisch idee. Namelijk, ik ga gewoon een mooi hondje maken van deze blok hier. Oké, dit worden dan zijn pootjes. Oké, ik hoop dat dit goed gaat komen. Ik doe dit echt gewoon freestyle uit mijn hoofd. Dus het kan ook zijn dat dit echt het lelijkste hondje ooit wordt. Dus even kijken, want dit worden de poten. Zo, hoppakee. Ja. Zo, hoppakee. Kijk, zo. En dan zo. En zo. Hoppiekee. En dan denk ik nog 1 hoog. Nou, kunnen we nu al... nog 1 hoger. En dan kunnen we hem zo gaan verbinden. Kijk eens aan. En dan doen we zo. Zo. Oké, hoe gaan we dit het beste doen? Ik ben hier niet heel goed in, zeg maar. Heb AUB geen hoge verwachtingen, dames en heren. Ik hoop dat dit goed gaat komen. Even kijken. Ik denk dat we nu een soort van het gezichtje moeten maken. Dus dan doen we zo. En dan moeten deze blokken denk ik weer weg. En dan gaan we hier 1 hoger. En dan gaan we hier ook nog eentje naar voren. Zo. Auw! Oké, begint er al een beetje uit te zien zoals ik hoopte. Oké, dan moet ik weer heel... Oh, dit is wel irritant. Oké, maakt niet uit. Zo, hoppakee. En doen we even hier. Hoppakee, kijk eens aan. Nou, en dit wordt dan zijn neus. Een hond heeft altijd een zwart neusje. Zo, hoppakee. En dan wacht, dan moeten we onder de hond... willen we een soort van een tongetje. Ja. Dit gaat denk ik de goede kant op. Vertrouw het eindresultaat, dames en heren. Oké. En dan willen we nu weer 1 blokje terug. Zo. En dan zo. En dan zo. Ik denk dat dit op een hondje lijkt. Ik weet het niet zeker. We gaan erachter komen. Dan moet ik even naar beneden. Hopelijk is dit gelukt. Lijkt het op een hondje, please?
Oké, ik moet nog even wat dingetjes aanpassen. Zo, wacht. Ik ga dit even in opperste concentratie doen. Weet je, ik doe nog een keer het handjeklap ding. 3, 2, 1. Kijk eens aan! Oké, dit is denk ik wel gelukt. Ik ben hem wel gelukt. In ieder geval, als ik nu zeg maar hier zo loop, dan kan je wel zien waar de dierenwinkel is, toch? Ja, dit lijkt wel op een hondje. Het enige wat hij nog een beetje mis is misschien een staartje of zo. Maar ja, je ziet toch de achterkant niet. Kijk, ik vind wel dat het duidelijk is dat dit de dierenwinkel is. Alleen is het nog niet ingericht. Ik heb ook nog geen dieren. Dus weet je wat mijn idee is? In de volgende video, namelijk op Giel zijn kanaal, gaat waarschijnlijk Giel een huisdier halen bij mij. En dan kan je zien hoe mijn dierenwinkel er af uitziet. Dus ik ga deze nog even inrichten. Ik ga nog even dieren fixen. Maar dat gaat enorm veel tijd kosten. En dat is echt niet leuk om naar te kijken, denk ik. Dus dat zien jullie allemaal in de volgende video. Dat dat allemaal gebeurd is. In ieder geval, dit is mijn dierenwinkel. En hey, als jullie denken van Mick, doe dit of dat. Laat even weten in de reacties hier beneden. Wat ik misschien kan veranderen nog. Misschien denken jullie, hey, je kan veel beter dit doen. Want ja, hij is nog niet af. Dus hey, misschien hebben jullie nog tips en tricks voor mij. Voor deze dierenwinkel. Ik hoop in ieder geval dat we heel veel mensen blij kunnen maken met een nieuw huisdier. En als je trouwens de vorige video wilt zien, die staat op Giel's kanaal. Klik dan snel op deze video. En dan zeg ik, Mick out.